allemaal, ik ben Aya. Ik ben Lisa. En leuk dat je kijkt naar Aya Nieuwe TV. Vandaag gaan we deze potjes klei reviewen die we bij de Intertoys hebben gekocht. We hebben ze net gekocht en ze hebben ze al opengemaakt, maar ze kosten 2 euro, dat is niet heel duur. Dus ik weet niet of de kwaliteit heel goed zou zijn, maar dat gaan we nog wel zien. Dus dan gaan we naar een roze potje. Ze heeft 4 kleuren zoals je kan zien. Die maak ik open. Nou, eruit halen. Moet ik dat doen? Nee, nou. Dus dit hebben we al een keer we hebben niet echt gebruikt, maar we hebben ze wel eruit gehaald. We hebben gewoon zelf eerst hier een beetje plastic, maar... Kijk. Ik zal het eerst even kneden. Ja, dat heb ik ook gedaan bij geel. Ja. En nou, je hebt er zulke vormpjes bij met een beeldje. Of dit is een paard. En dan kan je even de klei pakken. Hier is een beer. Ja, daar zijn hier zitten. Oh. Een eend. Een geit. En een beer. Die we dan net zeggen. Ja. En nou, ik ga het even proberen. Nou, ik heb een stukje klei en die doe je dan op de deksel en die duw je dan even naar beneden. Dan haal je er af en dit krijg je dan. Je hebt niet echt de details. Ik ga dat nog een keer proberen en dan ga ik nog harder drukken. Ja, hier heb je nu meer details. Echt super leuk dit. Dan ga ik eventjes de randjes weghalen. Ja. Het laat snel en goed los en ik vind het denk ik best wel leuk klei. Het komt goed bij elkaar, het is niet zo echt een klei dat helemaal niet meer aan elkaar plakt. Wel jammer dat er zo weinig kleuren zijn, want als je bijvoorbeeld wit wil maken kan dat niet, want je hebt, of als je rood wil maken, want als we rood erbij hadden gedaan was het misschien nog wel gelukt om te kunnen mengen, maar als we rood en wit hadden, kunnen we losmaken. Maar we hebben al rood. Nou, ja, maar hier heb je een paardje en Nizar gaat nu met de andere proberen. Ik ga deze blauw uittesten. Die hebben we nog niet gekneed, die gaat Nizar nu wel even kneden. Ik wil er nog niet eentje uitgaan. Het voelt lekker. Ja, ik vind het wel. Het voelt heel lekker aan je vingers. Het is ook een soort kneedgum, daar kan je het ook wel gebruiken. En ik ga het nu weer doen. De eendskleur. Nu gaat hij de randjes ervan afhalen. Dat kan ik. De randjes eraf halen, dat is een beetje moeilijk. Want je wil natuurlijk niet helemaal. Dat kan je met een mesje doen, maar nu heb ik even geen mesje bij de hand. Mes? Zoals je kan zien is het niet heel goed gedrukt. Daarom zie je niet bijvoorbeeld de details zoals je hier kan zien. Zit er een gezichtje in. Die kan je dan niet zo goed zien, jammer genoeg. Je moet echt heel goed drukken. Je ziet er ook met het gezichtje. Maar ik heb wel hard genoeg gedrukt dat je de haartjes ziet. Nu gaan we het groene potje uittesten. Ik ga nu het groene potje uittesten. Die hebben we ook nog niet opengemaakt, zoals je kan zien. Daarnet zag je het een beetje ja, zo in het potje zitten. Maar deze is nog even goed. Even kneden. Nou, ik heb een klein stukje en dan mag ik het proberen. Zoals ik al zei, het voelt echt heel lekker aan je handen. Echt. Met kneedgum. Nou, ik ga heel hard drukken. Eens kijken of ik de details kan krijgen. Oh, hij gaat er al gelijk uit. Even opnieuw. Ik hoop dat er details zijn. Ik zal nog een beetje zo drukken. Ik denk wel dat het beter is. Ik heb het nu tot nu toe gedaan. Ja, zoals je kan zien, zie je zoals je. Moet ik het schuif stellen? Is er een gezichtje? Echt super leuk. Hier kan je de gezichtjes niet zien. Maar je moet echt hard drukken en ik raad je aan om het zo te doen.
de randjes ervan afhalen. Nu gaat Lisa dit potje reviewen. Ja, ik ga nu deze potje doen. Die hebben we wel uitgehaald. Je moet gewoon naar het trekken. Je hebt wel goed aan het potje zitten hoor. Goed kneden. Dat is wel genoeg kneden. Nou, zoals Lisa gaat niet proberen, Lisa. Ik denk dat het beter is als je een stukje pakt, zo te zien. En dan op de tafel een... nee, nog niet. Kijk, op de tafel dan plat druk. Druk het dus plat op de tafel. Zo. Nee, niet helemaal. En dan dat je deze... Ah, je hand is het eigenlijk niet, zeg. Dat je deze er dan op drukt. Want zoals je kon hier zien, dat het echt veel beter is. En ook een stuk makkelijker. Nee, is genoeg. Hij is goed. Oeps. Nou, het knip ik er wel uit. Nou, we gaan nu de randjes eraf halen. Zoals je kan zien, heeft dit veel details. Dus dit is echt een goede methode. Waar is de metaal? En die doen we even terug bij het potje. Je zei metaal. Methode. Nou, nu hebben we alle vier. Maar je kan er ook veel meer mee maken dan alleen maar dit. Wat gaat hier nu? Dit is een video. We hebben een poppetje gemaakt. Een zon en andere schilderijen, soort van schilderijen. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Of abonneer. En abonneer. En laat een reactie hieronder. Hieronder. Oh, wat voor video's je nog meer wilt. Of wat je van deze video. Dat vinden we natuurlijk altijd leuk. Ja. Nou, doei.